feest in Sint-Agata. 100-jarig bestaan van de fanfare hier. En dat moet gevierd worden. 4 jubilarissen zijn erbij vandaag. Vrolijke deunen, 1,5 feest. En misschien nog een speciale verrassing, want 100 jaar, dat is niet niks. Ja. En nu staat op het programma, dat is ook heel bijzonder, het jubilarissenconcert. Dat proberen we ieder jaar te houden, maar ja, soms zijn er geen jubilarissen, dan is het heel moeilijk. Maar dit jaar hebben we een overvloed aan jubilarissen. Liefst 4. Eentje die er 25 jaar is, eentje die er 25 jaar is, eentje die er 50 jaar bij is en eentje die er 60 jaar bij is. We gaan ze 1 voor 1 straks even naar voren halen en eren. Eren zeg ik, en ook met een onderscheiding, de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie en de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen, die geeft er allemaal mooie speltjes uit. En die hebben gisteren afgebeld. Vanwege corona. Maar we hadden die speltjes al wel, hoor. En wat is er beter om te eren dan ereleden, hè? En die hebben wij 2 in ons gezelschap. En 2 van onze ereleden gaan straks die speltjes opspelen. Waarvoor al hartelijk dank. En we beginnen met een mars. Is onze dirigent... Oh ja, dat is dat. Ja, ik ben hem soms kwijt. Hij speelt soms ook op de trommel, hoor. Als je bij Maestro ziet, dan vorig jaar, of de jaar ervoor, dan staat hij echt heel mooi op de trommel te slaan. Dat kan hij ook. Maar nu gaat hij dirigeren en we beginnen met Royal Jubilee. Als eerste de openingsmars. Koen van der Mark met Jubilee. Applaus! De jubilaris toch even uit het gelid wil treden en naar voren wil komen en zich wil laten zien. Kenbaar maar. Ja, precies. Maar ze heeft er vreselijk hekel aan, hoor. Ze zei, Willem, maak het zo kort mogelijk. Toch? José, je moet toch nog een stapje naar voren. Dat is José Kokker. Ja, ik vroeg José, waarom ben jij bij de, hoe is dat daar nou gegaan eigenlijk in het begin, toen je bij de fanfare wilde komen?
Nou zeg ik, ik ben er niet bij gekomen om op het podium te staan. Dan weet je dat alvast. Maar nu moet het even zo weer zeggen. Ik zei, ja, ze zei, het is begonnen eigenlijk bij de Rabobank in Kuik. Daar stond ik met nog twee vriendinnen, Riet en Joke, te winkelen en te luisteren naar de fanfare. Die speelde daar. En ze vond ze zo mooi dat ze er helemaal enthousiast van werd. En ze zei tegen die andere twee, zullen we daar proberen bij te komen, hè? Dat lijkt me wel wat. En waarvoor? Voor de gezelligheid, zei ze. Ik dacht, hoor, dat klopt wel, we hebben een heel gezelligere club. Nee, zei ze, voor de gezellige muziek. Ja, dat is natuurlijk nou verbreed tot het hele korps, hoor. Dat merken we ook iedere keer weer. Maar toen heeft ze zich opgegeven, ze zijn lessen gaan halen enzovoort. Ook Bart was daar toen bij, Bart Prinsen. En die zijn toen op een gegeven moment meegeblazen op Bugel. Bugel, hè, José. En je was al heel snel bij het korps, hè. 25 jaar. En we zijn daar heel blij mee, José. En heel dankbaar voor. En we willen jou daar graag voor onderscheiden. Mag ik een van de ereleden vragen om naar voren te komen en het speldje op te spelden? Dit speldje krijgt u ook aangereikt. Dit is een applaus, Jan Basten, erelid van de kerkelijke fanfare Heilige Agatha. Ik weet nog dat ik jou een stroom heb uitgelegd in de kerk, weet je dat nog? Kun je even iets draaien ook voor die camera? Jan, even kijken, zo. Ja. Alles wordt ook gefilmd en gefotografeerd, dus we moeten overal rekening mee houden. Dankjewel Jan. Ik krijg ook nog een oorkonde. Ja, die mag jij overreiken. Een oorkonde die je thuis kunt ophangen. Deze, José, is officieel. Dat is misschien anders dan bij de examen. Dus je bent nu 25 jaar officieel lid met onderscheiding. Dankjewel en ga zo door. Nog heel lang. Applaus voor José Kotter. Ja? U heeft het goed gedaan? Ja? Bart Prinsen. Bart, geweldig dat je hier even zo staat, in het volle zicht. En ik vroeg aan Bart een tijd geleden, Bart, wat moet ik nou als jij hier zo staat in het volle zicht? Wat moet ik eigenlijk van jou zeggen? Nou, zei Bart, eigenlijk niks. Eigenlijk niks. Ja, ik zeg maar hoor. Bart, je speelt ook bas, zei ik toen. Hè, want dat weet ik, dat hoor ik ook. Nou, ze die bas speel ik. Ik doe er een beetje mee af en toe trouwens, zei hij. Maar Gerrit, je doet het eigenlijke werk. Hè, Gerrit Jacobs, je zit ernaast met die andere grote toeter. Ook met de bas. Weet je wat, zegt Bart, zeg maar dat ik heel goed ben voor klusjes hier. Dat doe ik graag. En dat heb ik het podium hier gebouwd, al die versieringen mee gedaan. Hij staat regelmatig ter beschikking voor de bar. Beide kanten weliswaar, maar ook hard werken, toch? En met plezier altijd. En oud ijzerkoning, hij haalt oud ijzer op. Hij is vaak een koning geweest. Dat doen we één keer in het jaar en dan halen we alle oud ijzer in de buurt op en dat verkopen we dan. En daarmee kunnen we ons weer wat financieel ondersteunen. En ja, dat heeft Bart ook gedaan. Hij is ook Gilde Koning. Gilde Koning nu op dit moment in het dorp. Dus hij is eigenlijk de koning onder de prinsen. Ja, heel bijzondere positie. Maar jij speelt ook gewoon goed bas, Bart. En dat is fijn dat we dat ieder keer al 25 jaar lang, of meer dan 25 jaar, want hij ging mee in de lichting van José. En de start was daar ook een beetje, moet ik zeggen, onduidelijk. Maar ik weet zeker dat je er ruim 25 jaar bij bent. En daar willen we jou heel hartelijk voor bedanken, Bart. Niet voor al die andere dingen, want Bart is ook nog heel lang voorzitter geweest van het bestuur van deze fanfare. Waarvoor ook dank. Dus je hebt een hele grote inbreng. Huub Tone, ons erelid. Applaus voor Huub. Hij komt het opstelden. Even kijken dat je voor beide in beeld bent. Ja. Ja, ik
moet door, ik doe. Je moet stevig zitten. Nou, was daar nog een mooie film aan maken worden? Dankjewel. Wim Tonen, dankjewel. Graag even tenslotte, je hebt een nummer uitgekozen. Ja, dat is de oorkonde. 25 jaar lid van onze kerkelijke fanfare, heilige Agatha. Ja, helemaal niet bescheiden die man, helemaal niet. Dus lijkt wel zomaar. Gekregen, zei jij, hè? Ja. En toen kwam de volgende die jou verder les gaf, dat was Gerrit Heisterman. En die gaf de trombone. En dat speelt hij nou nog. Maar die eerste keer, en die zei hij, ja, dat is toch heel wat anders dan de saxofoon, hè? Want op een saxofoon zit er een ramp van die kleppen, dan kun je met die vingers. Maar met die saxofoon, het was geen schuif, maar het was daar iets met ventilicus. En dan moet je alle noten met die drie kwartiertjes doen, zei u. En dat was heel ingewikkeld in het begin.
Hij zei, ja, af en toe moest ik even mijn adem inhouden, want dan, ja, we zaten met 50 man in een orkest en er waren meer trombonespelers bij, dus dat ging wel. En zo ging dat steeds beter. En 50 jaar lang doe je dat nou weer. En met plezier. Met plezier. Tim, je bent trouwens wel een heel erg, zeg maar, fan van muziek. Als je door de Veerstraat loopt, het is heel laat, het is erg donker en iedereen slaapt. Dan is er nog ergens vaak nog wel een lampje aan. En die is bij u. En die zit dan te luisteren naar zijn lievelingsmuziek, dat is de Tsjechische muziek, hè? En daar kan je film tegenop, zei je. Ook niet van Netflix. Hè? Dus het zit jou echt helemaal diep in het hart gegrift, de muziek. En wij zijn jou heel erg dankbaar dat je dat al 50 jaar bij ons doet. En het is af en toe niet gemakkelijk geweest nu. He, want met je gezondheid wat worstelen en toch iedere keer heel trouw worstel jij, je komt boven en je speelt weer mee. Dat is fantastisch, een hele mooie prestatie. Daar krijg je een onderscheiding voor 50 jaar. Mag ik Jan Basten, het erelid, vragen om die onderscheiding op te spelden? Heel lang muziek mag maken, joh. En kijk, nog een diploma, Huub. Een oorkonde van de KNMO. We danken jou nogmaals en een heel hartelijk applaus voor deze 50 jaar van Huub Jacobs. Dank je wel. Hebben we al geklapt voor ons jongste lid? Nou ja, lid. Nine, wil je even opstaan? Een heel hartelijk applaus. Zij helpt ons in deze moeilijke tijd. Je ziet ze in het klein, dat hoort eigenlijk niet bij de fanfare, maar het is onmisbaar. Onmisbaar, Nine. En dankjewel. En 60 jaar lid. Piet, waar ben je? Oh, daar komt hij aan. Ja, hij was weer gaan blazen. Hij kan niet laten, al 60 jaar lang niet. Ik zal je vertellen, als ik in mijn PC PH intyp, dan komt er gelijk een hele hoop Piet Huizenmannen staan, overal. Ja, hij is namelijk bij ons al 10 jaar secretaris. Ruim 10 jaar misschien al, Piet. Hè? En ik moet zeggen, dat valt niet mee. Ja, voor het bestuur dan. Want Piet is heel secuur. Gelukkig, ik ben jaloers op. Als ik iets kwijt ben, dan moet ik ontzettend lang zoeken. Bij hem zit dat gewoon allemaal in de mapjes. Ja. En daar ondersteunt hij ons. Dat hoort bij de taak van de secretaris. Maar Piet, 60 jaar geleden begonnen ook in de kelder van het parochiehuis, van het klooster, zei jij. En ook daar les gehad. En zijn droom was, ja, ik wil ooit heel mooi trompet spelen. En dat is na 60 jaar gelukt, hè. Ook soms ook mooie solo's, hè. The Last Post of zo heb je nog gedaan, hè. Ja, nou, dat is al heel moeilijk, hè. Want ik vind dat als je solo's hebt, dan hangt het wel allemaal van je eigen kwaliteit af, hè. Maar na 60 jaar, Piet. En hij is ook nog bij verschillende kapels geweest. Hofkapel, Vierdaagse Orkest, de Boontown Band. En ook nu nog bij het Seniorenorkest. Je zou het niet zeggen, hè? 60 jaar lid? Je ziet er nog zo jong uit. Dat is ongelooflijk, hè? Ja. Ik denk dat dat komt omdat de muziek ons jong houdt. En dat kan ik dus iedereen aanbevelen. We hebben ook nog leden nodig, dus mocht u zich niet tegen kunnen houden, dan kunt u zich na afloop direct opgeven voor deze mooie club, deze fanfare. Maar jou willen we heel graag bedanken, Piet, voor jouw werk binnen de fanfare, maar vooral ook voor jouw bijdrage aan het muzikale element. En dat doe je dus al met veel plezier en passie eigenlijk ook 60 jaar. Waarvoor wij jou de KNMO-spel gaan opspelden via een van onze ereleden, Huub Toornen. Applaus. Huub, je mag het. Juist, daar staan de camera's, ja. Ja, Huub. Niet te diep. En de oorkonde hoort daar ook bij.
krijg je ook overhandigd. Mooi inlijsten, thuis aan de muur hangen en iedere keer naar wijzen als er mensen binnenkomen. Kijk eens, 60 jaar lid. Applaus! Piet Wijsselman. Piet, dankjewel. Ja, je mag gaan. Want er komt een nummer dat Piet gekozen heeft, dat is The Beatles in Concert. Heel mooi, ook uit de tijd van die jaren 60, 70, die tijd dat Piet trompet speelde al. Beatles in Concert.